Vorig jaar bracht DJI twee nieuwe compacte enterprise toestellen uit. De Mavic 3 Thermal en de Mavic 3 Enterprise. En vandaag hebben we de derde in dat rijtje. Dit is de Mavic 3 Multispectral. Met de Mavic 3-series in de Enterprise-varianten heeft DJI een compleet nieuwe lijn van compacte Enterprise-toestellen neergezet. Waar de Mavic 3 Enterprise de logische opvolger was van de Phantom 4 RTK en de Mavic 3 Thermal het nieuwe broertje was in de Enterprise-series met thermische camera's, was er nog één toestel die geen opvolger had. En dat was de Phantom 4 Multispectral. En met de Mavic 3 Multispectral is die opvolger daar. We gaan eens even kijken wat er allemaal bij zit en hoe die geleverd wordt. We hebben het welbekende koffertje, wat we ook kennen van de andere Mavic 3 Enterprise toestellen, met onder andere de RC Pro Enterprise. Uiteraard de USB-C lader met USB-kabel, powerkabel en een losse USB-C naar A-kabel om het toestel eventueel op de computer aan te sluiten. En als laatste uiteraard de Mavic 3 Multispectral zelf. Verder genoeg hoop lege vakjes om nog extra accessoires, zoals de batterijen en de charging hub in kwijt te kunnen. Maar voor de rest is dit hoe het toestel geleverd wordt. De Multispectral is een beetje een aparte niche. Want los van dat er een RGB-camera op zit, zit er ook een multispectraal camera op. Die voornamelijk gebruikt wordt voor de agricultuur. Omdat je daarmee in verschillende banden opnames kunt maken. En niet alleen een RGB-plaatje kunt maken, maar onder andere ook een index kunt maken over bijvoorbeeld hoe vochtig of hoe vruchtbaar de grond er op dat moment bij ligt. Daarvoor zijn een aantal verschillende camera's nodig. En die zijn allemaal geïntegreerd in deze Mavic 3 Enterprise module. In de camera bevindt zich als eerste een hoofdcamera met een Micro Four Thirds sensor en 20 megapixel. En dat is eigenlijk dezelfde hoofdcamera die we ook hebben zitten in de Mavic 3 Enterprise. Alleen zit bij de Mavic 3 Enterprise dan dat zoomlensje erboven. En bij dit toestel zitten daar de multispectraal camera's. Die hoofdcamera beschikt over een mechanische sluiter en een sluitertijd van maximaal 1/2000ste. En die heeft ook dezelfde snelle 0,7 seconden sluitertijd tussen foto's, zodat die heel snel achter elkaar foto's kunt maken, net als de Mavic 3 Enterprise of de P1 camera voor de M300. En dat zorgt ervoor dat je eenzelfde gebied sneller kunt vastleggen. Naast die RGB camera zitten er boven de RGB camera de extra multispectraal sensoren. Dus een rijtje met 4 kleinere cameraatjes die allemaal 5 megapixel per stuk zijn en die de banden groen, rood, red edge en neerinfrared vastleggen. Dat in combinatie met de RGB-beelden zorgt ervoor dat je in één vlucht in 5 verschillende banden data kunt vastleggen om vervolgens achteraf te analyseren. Een dingetje die ook anders is op de Mavic 3 Multispectral bevindt zich hier aan de achterzijde. Waar normaal de beacon zit, bij de Mavic 3 Thermal en de Mavic 3 Enterprise, bevindt zich nu de zonlichtsensor. Die zonlichtsensor die zorgt ervoor dat als het toestel in wisselende omstandigheden vliegt, bijvoorbeeld waarbij vlagerige bewolking overkomt, dat hij aan de bovenzijde van het toestel kan meten hoeveel en wat voor zonlicht er op het toestel valt. En die data vervolgens kan gebruiken om de foto's die hij maakt een stukje te compenseren, zodat je een egale mapping en foto's krijgt, ook al is de lichtomstandigheden tijdens één vlucht wisselend door bijvoorbeeld bewolking of een opkomende zon. Daarnaast zit aan de bovenkant de RTK-module. Dat is dezelfde RTK-module die ook voor de Mavic 3 Enterprise beschikbaar is. Alleen waar bij de Mavic 3 Enterprise een optioneel accessoire is, wordt die bij de Mavic 3 Multispectral standaard meegeleverd. Het is wel zo dat je om RTK te kunnen gebruiken altijd een RTK-correctiesignaal, zoals ons drone RTK en trip abonnement nodig hebt. Nou, verder is de basis Mavic 3 en daar hoort onder andere ook een stukje verbeterde vliegtijd bij. Maximaal vliegt het toestel volgens de specs 43 minuten, maar in de praktijk zal dat in ieder geval betekenen dat je het half uur zeker moet halen. En dat in combinatie met die snelle interval van de shutter van 0,7 seconden zorgt ervoor dat je een groot gebied kunt vastleggen tot 2 vierkante kilometer op één batterij. Diezelfde Mavic 3 heeft ook in alle varianten obstacle sensing rondom zitten. Dat zijn die 4 camera's die je op de hoeken vindt en tevens boven en onder het toestel.
Onder en boven het toestel worden ze deels ook nog gebruikt, onder andere voor tijdens de landing bijvoorbeeld. En die sensoren rondom zijn echt puur voor obstakeldetectie. En doordat ze op de hoeken zitten en een 180 graden kijkhoek hebben, doen die vier sensoren rondom zorgen voor een volledige 360 graden detectie. Let wel, die detectie is niet in alle vluchtmodi actief, dus het hangt af van de stand waarin je vliegt of en in welke mate dat systeem actief is. Dat kun je altijd zien in de app. Het toestel en tevens ook de afstandsbediening die erbij horen zijn de nieuwste variant. Dus dat draait op OcuSync 3 Enterprise. En die OcuSync 3 Enterprise gaat volgens de specs maximaal 15 kilometer. Dat is wel in volledig optimale en Amerikaanse zendstandaarden. Dus in de praktijk zul je in Nederland dat echt niet gaan halen. Maar het geeft wel aan dat het een goed zendsysteem is, wat in de Nederlandse omstandigheden niet snel tegen de beperkingen aan zal lopen. De remote is verder dus de Mavic 3 of de DJI RC Pro Enterprise, dezelfde als bij de andere Enterprise toestellen. En dat is een hele fijne remote waar alles ingebouwd zit en ook de app en alles op volledig geïntegreerd zit. Nou, daarnaast is er ook de Mobile SDK 5 beschikbaar en dat zorgt ervoor dat derde partijen apps kunnen maken waarbij ze dit toestel kunnen integreren. Nou is het toestel nu net uit, dus is er nu nog niet echt wat voor beschikbaar. Maar ik verwacht dat op korte termijn van meerdere fabrikanten een app zal komen, zodat je bijvoorbeeld vluchtplanning en dingen ook in een derde partij app kunt doen en daardoor het toestel via externe apps kunt aansturen. Vanuit DJI is er ook nog een stukje extra software wat eraan zit te komen. En dat is eigenlijk een integratie met DJI Map en DJI Smart Farm. En dat wordt eigenlijk een platform waarin je die data kunt verwerken om dus bijvoorbeeld van alle losse foto's een 2D-model te maken. En het smartphone-platform wordt ook echt een platform waar je een stukje analyse in kunt doen. Dus waar je ook de NDVI-data en dingen die uit het toestel komen helemaal geanalyseerd kunnen worden om dat ook echt om te zetten in bruikbare data voor de agrarische toepassingen. Dat is iets wat er in de toekomst aan gaat komen en waarvan nu ook nog niet helemaal bekend is en wat voor een vorm of abonnement dat precies aangeboden gaat worden. Maar het is wel iets wat volledig compatible is en dus deels ook gebouwd wordt rondom die Mavic 3 Multispectral. Nou, dit is even een snelle blik op de Mavic 3 Multispectral en de dingen die erbij zitten. Ik hoop dat we je even een kort idee hebben kunnen geven wat dit toestel inhoudt en wat die qua specs in zich heeft. Mocht je nou meer over dit toestel willen weten of er eentje willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.